Zo, daar zijn we weer met weer een natuurlijk nieuwe vlog, zoals beloofd, woensdag. Dus ja, dan afspraak is afspraak. En ik ben wel een beetje trots, want ik heb gemerkt dat mijn vlog van vorige week veel impact heeft gehad. Ik heb de afgelopen week nog nooit zo vaak de woorden draagvlak en perspectief horen langskomen. Allerlei praatprogramma's, Jinek, Op 1, etc. Dus ik denk dat er massaal mijn vlog is bekeken. En dat iedereen het ermee eens is dat wil je draagvlak houden en perspectief moet komen. En waarschijnlijk heb ik net even als een katalysator gewerkt. En heeft mijn vlog meer impact dan ik dacht. Ondanks dat ik eerlijk gezegd maar 30 abonnees heb. Maar dat even terzijde. Het is woensdag. Vanavond is er een nieuwe persconferentie. Dus daar moet ik een beetje op vooruit lopen. Maar ik denk wel dat er een next step wordt afgesproken. En inderdaad dat ze ons perspectief gaan bieden. En nou is er een discussie. Moet je, als je perspectief gaat bieden, de kappers open, misschien zelfs de restaurants open, de terras open. Hoe ga je dat nou zo zorgvuldig mogelijk regelen? Nou, die 1,5 meter klinkt leuk. Dat is een beetje eigen leven gaan leiden. In het begin was dat een advies en nu is het een soort 1,5 meter economie. En ik denk dat ze daar een beetje spijt van hebben, want je kan bijna niet meer terugkeren. Wat zou kunnen is, als je er een beetje vanaf wil, is dat we die mondkapjes steeds meer gaan gebruiken. En ik denk dat we straks allemaal aan de mondkapjes gaan. Waarom? Niet zozeer omdat het vanuit gezondheidsoogpunt verstandig is of aan te bevelen is, maar het zit puur psychologie. Waarom doen we het? Nou, het is een soort zichtbare bescherming tegen een onzichtbare vijand, namelijk het virus. En dan heb je toch het gevoel dat je ermee bezig bent, dat je veilig bezig bent. Dus ik denk dat ondanks allerlei beweringen van het helpt niet, we straks allemaal met monddoekjes voorlopen. Niet alleen op straat, maar ook in de trein, in het vliegtuig, in de winkel, etc. Puur psychologie. En een van de redenen waarom ik erin geloof is dat je ook ziet dat plotseling allerlei modemerken zich er bovenop storten. Je hebt Gucci mondkapjes, je hebt ze, nou nogmaals van allerlei merken als we hem opnoemen, maar iedereen stort zich erop. En je kan een hele leuke kopen, €1200, €1500. Dat kan je natuurlijk doen, dat is leuk. Tel je mee. Je kan het ook proberen zelf te maken. En daar heb ik een leuk filmpje van gevonden op internet. Dat laat ik graag zien. En ik zal je ook laten zien na het filmpje, ik heb het zelf uitgeprobeerd, hoe dat er dan bij mij uitziet, maar niet alleen bij mij, ook bij de honden. Zullen we eens gaan kijken? Hoi hoi, vandaag toon ik jou hoe je een mondmasker van een kous kunt maken. Je hebt een schaar nodig en je knipt het voetje van de sok. Als je het voetje hebt afgeknipt, dan knip je aan de wreef de kous open. Als je het opengeknipt hebt, dan plooi je het omgekeerd in twee, zodat de hiel een klein bergje maakt. Je draait het om en langs de gesloten kant knip je zijwaarts open en rond je aan de top af. Dan krijg je dit. En nu hoef je het maar open te doen. Op je neus. Achter je oren. Voilà, je hebt je eigen mondmasker met een sok. Voor jou zet ik mijn masker uit.